team heeft tenminste één persoon nodig die graag dingen sloopt. En dat betekent dat elk development team tenminste één persoon heeft die paniek veroorzaakt als hij of zij zegt, weet je, ik test dat wel voor je. En als het een beetje een goed team is, dan raakt de rest in paniek. Maak een grapje. Nou ja, eigenlijk niet. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Caroline. Ik ben technisch applicatiebeheerder bij Yoast, / product owner van de plugin inderdaad. En 4 jaar geleden ben ik bij Yoast gekomen als junior software developer. En toen kwam ik erachter dat ik het eigenlijk veel leuker vond om alles te slopen wat mijn collega's maakten. En ik doe dat eigenlijk niet zo heel erg meer. Op dit moment ben ik vooral bezig met zorgen dat de teams voornamelijk bezig kunnen zijn met de issues om het op te lossen. Maar vandaag leg ik uit waarom het zo belangrijk is om je plugin, je thema of je projecten te testen. En ook natuurlijk hoe je dit test. Want ja, ik hoop allemaal dat we het belang zien van testen. Maar hoe je dat dan ook daadwerkelijk goed doet, dat is nog even een vraag. Ik heb een paar vragen voor jullie. Steek je hand op. Wie van jullie vindt testen voor je iets released belangrijk en misschien zelfs wel essentieel? Nou, dat is mooi. Wie hier test zijn of haar code voor het gepusht wordt of gemerged of wat dan ook? Oké. Okay. En wie van jullie laat anderen jullie code testen? Oké. Okay. En wie heeft het gevoel dat zijn of haar code goed genoeg is getest voor het live gaat? En als mijn collega's nu de handen niet opsteken, dan loop ik hier gewoon weer uit, want dan moet ik gaan testen blijkbaar. Oké, nog een vraag. Wie hier durft te zeggen dat welke bug je ook per ongeluk hebt geïntroduceerd, die bug nooit live zal komen, omdat jullie huidige systeem zo waterdicht is dat het niet zo ver kan komen? Nee, ja, ik dus ook niet. Jammer. Ja, kijk, we kunnen concluderen dat niemand de omgeving heeft om maar continu bugs te introduceren. Je moet dus secuur zijn. Maar ja, hoe doen we dat? Laatste vraag, dat beloof ik. Wie houdt hier van testen? Kijk, ik had dus gehoopt dat het 75% van de zaal was, maar ja, dit was denk ik 5% of 10%. Ja, ik snap het wel. De meeste developers hebben een gruwelijke hekel aan testen. En ik had dat ook 4 jaar geleden. Maar dat was één ding waar ik een grotere hekel aan had dan testen. En dat waren gebruikers die klaagden over bugs die ik echt wel zelf had kunnen vinden. Als ik het product zelf beter had gekend of zelf beter had gekeken. En natuurlijk zijn er altijd bugs die je niet kan vinden vanwege omgevingen of compatibility met andere plugins of thema's. Backwards compatibility en al dat soort dingen. Maar ja, we zitten nu eenmaal in WordPress, dus ja, daar moeten we gewoon maar mee dealen. Dan heb je waarschijnlijk ook een vraag voor mij. Misschien wil je me vertellen, ja, weet je, hè? Ik heb geen bugs. Of ik wil helemaal, ik ben er gewoon helemaal niet druk mee. In de ideale wereld heb je geen bugs. Gebruikt iedereen jouw product. De hele wereld snapt het belang van jouw product en heeft het nodig. En dan heb je geld zat om een tester te huren. Nu weet je wat? Je huurt gewoon een heel team van testers, want je had dan toch geld zat. Maar nu ben je daar gewoon nog niet. Dus dan is je vraag misschien aan mij, als ik dit nog allemaal niet heb, als ik het geld niet heb om een testteam te huren, en als ik niet veel gebruikers heb, waarom zou ik dan testen? Het is een verspilling van tijd en geld. En ik kan mijn tijd als developer veel beter gebruiken. En dat snap ik. Ik ben het totaal niet met je eens. Maar ik snap wat je zegt. En dit zijn echt de smoesjes die ik heb gehoord de afgelopen jaren dat ik developer ben. Ik kan mijn tijd beter gebruiken. Ik heb weinig gebruikers, dus ja, maakt het uit. En er is geen geld om een tester in te huren. Bij Yoast hebben we meer dan 8 miljoen gebruikers. En logischerwijs vertellen veel mensen aan mij dat wij natuurlijk moeten testen. En als wij dingen breken, dan gaan er natuurlijk sites kapot. En onze impact is groot, dat klopt. Maar wanneer je smoesjes verzint om niet te hoeven testen, zeg je dat kwaliteit niet belangrijk is tot je groot genoeg bent. En bij die logica, wanneer ben je dan groot genoeg? En zeggen dat kwaliteit belangrijk is en handelen naar kwaliteit zijn 2 verschillende dingen. En hier ben ik zelf achtergekomen de afgelopen jaren. Ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt. En ik heb bij sollicitatiegesprekken altijd gevraagd, goh, wat vinden jullie van kwaliteit? En dan sprak ik met de manager en die zei, nou, kwaliteit vind ik echt zo belangrijk. Wij doen aan
pair programming, we doen aan acceptance testen, we zullen nooit zomaar live pushen. En prachtig. En dan denk ik, nou oké, hè? Goed, dit is echt een goed bedrijf, hier wil ik werken. En dan kom ik er eigenlijk altijd achter dat het de manager is die denkt dat het belangrijk is, maar het team daadwerkelijk anders functioneert. Er moet opgeleverd worden, het moet binnen een half uur af. De klant die het hard schreeuwt, krijgt het ook meteen. Ik heb developers gehad die aangeven dat ze niet hoeven te testen. Want ja, ze hebben maar een half uur of het is een edge case of erger. Deze vind ik echt heel erg. Een klant moet daar gewoon niet klikken. Dat kan echt niet. De klant zal daar klikken. Gegarandeerd. Testen is belangrijk om kwaliteit te garanderen. Maar om kwaliteit te weten, om kwaliteit te meten, moet je weten wat kwaliteit is. Is dat als er geen bugs meer zijn? Of is het iets anders? Ik denk dat het een deel user happiness is. Een van de belangrijkste redenen om kwaliteit te vergroten is je gebruiker. Als de gebruiker blij is, dan spreidt zich dat. Ik kan een complete talk hierover geven over waarom gebruikers fantastisch zijn en waarom je ze tevreden moet houden. Maar er zijn usability en accessibility experts die daar veel beter in zijn dan ik. Dus ik hou dit kort. User happiness bereik je als het product doet wat de gebruiker verwacht dat het doet. Als alle links werken, als de buttons doen wat ze zeggen dat ze doen, als input fields de juiste feedback geven. En dit ga ik demonstreren met een voorbeeld. Live demo. Is niet zo heel spannend, gelukkig. Oh. Niet zo heel spannend, gaat er wel mis. There we are. Oké. Ik heb een input field. Stel je voor dat je een developer bent en je hebt echt een hele belangrijke taak. Jij moet een tekstveld maken waar iemand een geboortedatum in kan vullen. Nou, oké, ik heb een inputfield hier en het vraagt naar mijn geboortedatum. Nou ja, hè, eenvoudig. Het heeft een placeholder waar het zegt dat ik dag / maand. Zal ik hem even, kan iedereen hem goed zien of moet ik hem even inzoomen? Ja, mag ik niet zien. Ja? Zo? Als ik dit doe, dan zien we dus hier dag / maand / jaar. Oké, nou, dan doe ik dit. Dat is mijn geboortedatum. Oké, klaar. Laten we weer de korte. Ja, dan ben ik klaar. Volgens mijn definitie van wat ik moet opleveren, ben ik nu gewoon klaar. En ik zie al wat mensen willen protesteren en daar ben ik heel blij mee. En als je op dit moment echt tegen mij wil schreeuwen, maar je bent nog niet klaar, dan echt serieus, goed zo, dankjewel. Dan heb je serieus een tester heel erg diep van binnen. Ik ben echt inderdaad nog niet klaar. Ik heb alleen maar de happy path werkend nu. En de happy path is de standaard scenario zonder uitzonderingen of zonder fouten. Maar ja, wat als je nu Amerikaans bent en je gebruikt een andere date format? Wat is het? Maand, dag? Kan ik dat? Oké, nou ik denk maand die, dag die. En Oké, dat kan ook. Dus ik kan op 12 maand 31 jaar zijn. En kan ik ook tekst invullen dan? Hoi. Ja. Oké. Dat schiet natuurlijk niet op, hè? Als je geen data sanitization hebt, dan kan je data of fout zijn of totaal nutteloos. En ik geef totaal de user geen feedback over het formaat waarin zijn geboortedatum is ingevuld. Ik kan ook datums trouwens in de toekomst invullen. Dus ik kan gewoon in feite nu, op dit moment, even kijken. Over 2 jaar geboren worden. Dus volgens mijn code kan ik op dit moment geboren worden in 2020. Dat is natuurlijk niet heel erg handig. Even kijken. Zijn we er weer? Yes.
En je kan me nu vertellen dat een gebruiker hun geboortedag op een papieren formulier moet invullen, soms voor de Belastingdienst bijvoorbeeld. En dan krijgen ze ook geen validatie, dan kunnen ze ook fouten maken en dat klopt. Maar gebruikers die willen directe beloning, nu helemaal met het internet. Ze moeten geholpen worden om je product te snappen. Niemand snapt de Belastingdienst, maar dat houdt niet in dat jouw product dan vergelijkbaar moet zijn. En gebruikers zijn ook niet verantwoordelijk om niet dat te doen. En dit veld is natuurlijk een over de top voorbeeld van waarom je niet alleen maar moet focussen op happy path testing. Maar ik wil het even demonstreren met een voorbeeld. Wij hebben één keer in de week bij ons kantoor een dev-presentatie. En dan een van de developers die geeft een presentatie aan de rest van de developers. En ik heb een tijdje geleden een presentatie gegeven over testen. Ik heb live getest, onze belangrijkste feature eigenlijk in de plugin. Dat is onze snippet editor waarin je ziet hoe het in Google eruit komt te zien. En een van de developers die zei, niet daarop klikken. En binnen 1 minuut... 3 developers, verschillende dingen. Niet daar klikken. Alsjeblieft niet dat issue. En oh, ik wist niet dat dat ook kapot was. Ik plaag ze daar eigenlijk stiekem nog steeds mee. Ik vind het echt gewoon heel grappig. Er zitten een aantal hiervan in de zaal. En ik ga ook gewoon niet vertellen wie, maar ze weten het zelf wel. En tijdens mijn praatje zagen de developers mij als gebruiker. En zo kwamen ze er ook achter hoe gebruikers het product kunnen slopen. Zoals ik net al zei, binnenin elke developer zit een tester die wacht om eruit te komen. En dat brengt mij bij het volgende punt en dat is developer happiness. Ik heb gelogen over hoeveel vragen ik jullie zou stellen, maar ik heb een hele goede reden en dit zijn hele makkelijke vragen. Wie houdt van bugs in zijn of haar code? Goh, wat een verrassing. En wie van jullie vond het fantastisch dat ik er niet aan dacht om validatie in mijn veld in te bouwen en wie wou dat invrijven? Gewoon eerlijk zijn, hè? Ja, precies. Ik zie de testers al een beetje de handen. Het voelt ook echt wel heel erg goed om iemand fouten te zien maken, toch? Dus ik vind dat eigenlijk altijd wel een beetje leuk om mensen te laten zien. Nou weet je, je hebt gewoon een fout gemaakt. En voor een moment, op zo'n moment denk je ook gewoon als een gebruiker. En voor een moment was je ook daadwerkelijk een gebruiker. Developers zijn makers. We maken producten. We hebben creatieve omgevingen nodig om die producten goed te maken. Maar we zijn ook heel erg goed in om anderen te helpen met het maken. We kunnen anderen alleen niet helpen zonder het maken van ervaringen van onszelf. Zonder te weten of ze hebben getest wat werkt en wat niet werkt. En wat best practice is en wat niet. Veldvalidatie is normaal nu, maar een paar jaar geleden toen dat allemaal net werd bedacht, weet ik echt 100% zeker dat veldvalidatie toen gewoon nog niet heel erg normaal was. We konden toen echt lelijke dingen doen met forms. Denk aan complete database drops en JavaScript injecties. En dat zijn dingen die nu gewoon, ja, als je dat nu nog voor elkaar krijgt, dan heb je ergens een foutje gemaakt. En dat weet je zelf ook wel. En de bugs die ik nu zie, we zijn ook veel complexer dan 3 jaar geleden bij Joost bijvoorbeeld. Omdat we groeien als een team en ook als individu. En dat doen we door te testen. En deze WordCamp is daar bijvoorbeeld is ook echt het perfecte voorbeeld daarvan. Er zijn verschillende tracks met interessante talks. En deze talks zouden er niet zijn als de sprekers, de makers dus, niet hebben getest of hun talk werkt. Of de organisatoren niet hebben geleerd wat wel werkt, wat niet werkt. En of dit nu je eerste WordCamp of conferentie is, of je 10e of je 100e. Je bent nu aan het testen wat werkt voor jou en wat werkt niet. En we delen onze ervaringen en onze testresultaten ook met elkaar. Het helpt je team en het helpt jou met groeien als developer. En op deze manier verandert jouw kijk naar de code ook. Je hebt een hekel aan bugs in je code dus. Maar je vindt het waarschijnlijk wel leuk om de bugs aan te wijzen die anderen maken. Omdat je ook kwaliteit wil. En de omgeving waar je werkt bepaalt deels je kijk op kwaliteit. En het maakt je ook een betere of een slechtere developer. Als je werkomgeving zorgt voor de makers, de developers, zul je uiteindelijk betere code schrijven. Maar heel leuk. Ik heb je dus nu echt verteld waarom je moet testen. En ik hoop eigenlijk dat je het gewoon met me eens bent dat je gewoon moet testen. Maar ik heb wel vaker de vraag gehad bij mij op kantoor. Heel leuk, maar hoe test je dan? Hoe zorg je ervoor dat je al die dingen dan ook echt daadwerkelijk kapot maakt? En hoe zorg je ervoor dat ik niet jou aan het eind van de dag aan mijn bureau heb staan, omdat er gewoon iets kapot is wat ik zelf had kunnen vinden? Ik zal eerst het handmatige en zowel het automatische testen ook bespreken.
De handmatige testen, dat doe je zonder automation tools. Je hebt een omgeving nodig met het product wat je wilt testen. Misschien een changelog of een issue. Je hebt duidelijke use cases nodig. Bij Yoast testen we handmatig. Dat doen we elke release. En als het goed gedaan wordt, wordt elke nieuwe feature of elke bug tenminste 4 keer getest door 4 verschillende developers of testers. En dat klinkt eigenlijk heel erg veel. Stel je voor dat we dus die birthday field hebben. Dan hebben we de implementatie door een developer en die developers aan het testen. Dat is de eerste keer dat het dus getest wordt. Maar ja, ik vertrouw de developer die het heeft gemaakt gewoon per definitie niet. Dat is niet omdat ik ze niet mag, maar het is gewoon omdat je heel erg diep in context zit. Dan komt er een code review. Dat is een tweede developer die de code helemaal naleest. Die checkt, goh, zie ik gekke dingen. Dat is eigenlijk je tweede paar ogen, is al 2 keer getest nu. Dan heb je de acceptance test. Dat is de derde keer. En bij een acceptance test kijkt een andere developer dan de eerste twee of het daadwerkelijk doet wat het zou moeten doen. En dan hebben we de vierde en dat is de tester. En dit gebeurt dus tijdens het releaseproces dat een tester, dat zijn verschillende mensen bij ons in het bedrijf, die de hele plugin nalopen om te kijken of het daadwerkelijk goed is. Het nadeel hiervan is dat je veel developers en testers nodig hebt die het product kennen. Het voordeel is veel groter, want de meeste bugs zullen gespot worden voordat ze ooit gereleased zijn. En als je ons product gebruikt, dan heb je ongetwijfeld al een keertje een bug gezien of misschien zelfs wel ingeschoten op GitHub. Ik kan je garanderen dat het echt 100.000 keer erger was geweest als er geen testers bij ons waren. Een testen kan onderdeel van je proces zijn, of je nu Scrum of dat je nu Kanban gebruikt of een andere methode. Dan heb je nog geautomatiseerd testen. En dat willen wij ook heel erg graag bij Yoast. En we vragen ons ook regelmatig af, kunnen we het proces van dezelfde use cases handmatig testen niet automatiseren? En ja, dat kan. Dat kan met unit tests natuurlijk. Onze developers die schrijven veel unit tests. Voor elke use case schrijven ze die. En natuurlijk ook door middel van automated testing. We hebben een dedicated tester op dit moment en daar ben ik heel erg blij mee. Zij schrijft geautomatiseerde tests met behulp van CodeCept.js. En dat is ook heel erg handig voor compatibility met plugins, met thema's, oudere versies van WordPress en standalone. Wat zij kan met 1 test, als ik dat nu handmatig zou moeten doen, ben ik een paar uur of misschien wel een dag bezig. Omdat je allerlei edge cases heel snel kan testen. Het gaat een stuk sneller in plaats van dat ik met de hand dus plugins moet activeren en moet deactiveren. En bepaalde combinaties mag ik misschien niet vergeten. Dus er is gewoon een veel grotere foutgevoeligheid. Maar je moet wel handmatig kunnen testen om geautomatiseerde tests te kunnen schrijven. Je moet weten wat je use cases zijn. Dus, we hebben het gehad over het belang van testen. Maar het belangrijkste is nog wel, hoe begin je met testen? Ik kan niet naast je zitten om je er doorheen te loodsen. Als je bij Yoast werkt trouwens wel, dan kom ik graag naast je zitten. Maar ik heb 5 vragen die je jezelf kan stellen terwijl je ontwikkelt of test. En deze lijst is vast niet compleet. Pas hem ook gewoon voor jezelf aan als je stappen mist. Als je nee op 1 van deze vragen antwoordt, is het echt, betekent dit dat het een onduidelijk issue is? Of dat het niet goed ontwikkeld is door de developer. Of je begrijpt zelf iets niet. Wat de reden ook is, nee, is echt alarmbellen. De eerste vraag is, hoe begin je met testen? Heb je de bug kunnen reproduceren? Nou, dat is een redelijke simpele. Voordat je überhaupt gaat kijken of een bug gefixt is, moet je 100% zeker weten dat de bug ook daadwerkelijk te reproduceren is. Dat jij snapt wat de bug doet. Als een linkje bijvoorbeeld niet werkt, moet je daadwerkelijk hebben gezien dat het linkje niet werkt. Oké, als je antwoord ja is, dan ga je naar vraag 2. Heb je kunnen verifiëren dat de bug is opgelost? Nou, dan zul je dus de nieuwe versie pakken. Dan ga je kijken, werkt het linkje nu bijvoorbeeld wel? Kan ik bijvoorbeeld bij een input field wel de juiste validatie? Krijg ik dat nu wel? Krijg ik nu wel een alarm als ik tekst invul voor mijn geboortedatum? Zo ja, dan ga je naar vraag 3. Heb je gerelateerde functionaliteit getest? En dit is altijd een wat lastigere. Dit zijn de unhappy paths, de dingen die daar aan vastzitten. Als je een stukje code hebt, als ik een link heb bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat er nog onderliggend allerlei verschillende code dingen gebeuren. In het geval van een veld bijvoorbeeld, wat gebeurt in hemelsnaam met de data als ik het invalideer? Ik heb tekst kunnen invullen. Ik heb foutieve geboortedata kunnen invullen. Ik heb data in de toekomst toegevoegd. Wat gebeurt er op het moment dat ik nu in 1 keer validatie ga toevoegen? Gaat alle data in de database dan verloren? Heb ik een upgrade script? Krijgt de gebruiker nu een melding dat de data niet meer klopt? Dat soort dingen moet je over nadenken. En
Dat is een lastige. Dit is eentje waar je ervaring in zou op moeten doen. En als je dit echt een lastige vindt, ga daar samen met de developer doorheen. Of met iemand die hier heel veel verstand van heeft. Of vraag een gebruiker. Die weten echt superveel. De vierde vraag is, de bug voor de gebruikers opgelost? Het zal niet altijd het geval zijn. Wij gebruiken bijvoorbeeld GitHub voor onze issues, waar eigenlijk alle issues komen te staan. En we hebben een support helpdesk. En daar krijgen wij veel issues binnen. Met allerlei edge cases, met plugins, met thema's, al dat soort dingen. Aan de hand daarvan kunnen wij vaak zeggen, oké, dit is opgelost voor al die klanten. En als het een hele grote bug is, dan kunnen wij ook een proefversie draaien van de plugin en die aan de klant geven, zodat de klant ook kan testen. Als dit kan, als het antwoord ja is of nee, het is niet toepasbaar, dan ga je naar vraag 5. En heb je de unhappy paths getest? En dit is dus, kan ik opnieuw verkeerde data ingeven? Kan ik opnieuw, wat gebeurt er met mijn foutieve data? Krijg ik nu wel de juiste feedback? Wat gebeurt er als ik het formuliertje daaronder aanraak? Wat als ik het toch wil annuleren als ik op de backknop druk? Al dat soort dingetjes. Alles waarvan je verwacht dat een gebruiker het niet zou doen, doe dat. Want ik garandeer je dat een gebruiker dat wel gaat doen. Als je denkt, kan een gebruiker dit doen? Of je denkt, een gebruiker mag dit niet doen? Dan betekent dat dat je dat echt moet testen. Dan hebben we de hele overview. En ik heb het idee dat ik echt rete snel door de presentatie ben heen gegaan. Ja, hè? Of wat mee? Dit zijn de 5 punten. Houd de bug in testing. Heb je de bug kunnen reproduceren? Heb je kunnen verifiëren dat de bug is opgelost? Heb je gerelateerde functionaliteit getest? Is de bug voor gebruikers opgelost? En heb je de unhappy paths getest? Dat was niet zo heel erg, toch? Dat zijn 5 vragen die je kunnen helpen als een gids. En je bent als developer, ben jij een maker. En je bent eigenlijk een wereldbouwer. En niemand wil in een gat in de weg belanden en continu horen dat je er maar overheen moet stappen. Of er maar omheen moet stappen. Of het maar moet negeren. Of het gewoon moet accepteren. Je wil gewoon dat het gat gerepareerd wordt. En wij beïnvloeden het humeur van onze gebruikers en onze collega's met onze code. Laten we ervoor ook zorgen dat dit een positief gevoel is. En laten we dan ook vooral alles stuk maken. Maar maak het wel beter, alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Van de vraag, oké. Ja, ik vroeg me af, dit gaat echt over het functionele testen. Doe je bijvoorbeeld ook aan usability testen? En doe je dat dan zeg maar in één groot geheel? Doe je dat apart? De vraag is of wij ook aan usability testen doen. En of wij dat dan eigenlijk in zijn geheel doen of we dat nog apart hebben. We hebben een apart team die eigenlijk ontwikkelt voor usability, die daarover nadenkt. En we hebben natuurlijk 8 miljoen gebruikers die ook heel erg goed kunnen aangeven wat werkt en wat niet werkt. En wij hebben ook collega's in dienst die hier volledig op gespecialiseerd zijn op usability en op accessibility. Dus wij gebruiken hun kennis ook heel erg. En één keer in de zoveel tijd hebben wij een input sessie met het hele kantoor. En dan zal ook het hele kantoor die dus eigenlijk, we hebben mensen die de plugin helemaal niet gebruiken, die voor het eerst naar de plugin kijken. En hele interessante dingen zien om juist op die manier de boel te verbeteren. Dus we zijn continu op zoek naar, goh, wat kan beter en op welke manier. Maar als tester zelf zit je vaak zo diep erin, dat het lastig is voordat je ziet waar het fout gaat. Dus we proberen dat op andere manieren te signaleren. Ja. Ja. Ja, ik test heel weinig hoor, maar stond erbij eraan. Ik heb de nare ervaring dat als je iets test en een bepaalde bug, dan test je alles om die bug heen. Zo kun je zeggen, eigenlijk alle functies gerelateerd aan die bug. Maar er valt altijd iets op, compleet aan de andere kant van het product werd totaal niet aan gedacht dat je denkt dat het überhaupt zou omvallen. De enige manier om dan toch te testen voor een nieuwe feature om live te gaan, is eigenlijk zeggen, je moet het hele product weer gaan testen. Dus alle testcases weer worden van het hele product om echt zeker te zijn dat alles weer werkt. Ja, heb je daar tips voor om te zeggen van joh, het is al iedere keer heel veel werk. Ja, hoe moet je daar een goede selectie maken? Want dat is je wel, dat is je niet. De vraag is dus, wat test je wel qua grenzen en wat niet? Als je de feature aan die kant maakt van het product, dan valt er waarschijnlijk wel iets aan die kant
om. Ik snap het, wij hebben het ook inderdaad gezien bij de plugin als tester. Denk ik, fix het gewoon. Maar ik kan me ook voorstellen als developer dat je niet altijd die impact snapt. En dan zou je inderdaad echt het hele product opnieuw moeten testen. En dat is ook wat er bij ons is gebeurd. Dat is waarom wij dus meerdere testers hebben. Elke release hebben wij er een stuk of 4 of 5 die door de hele plugin lopen. Die alle edge cases proberen te testen. En dat is ook de reden waarom wij langzaam overstappen naar geautomatiseerde testen. Wij hebben een lijst met wat wij op dit moment de allerbelangrijkste features vinden, wat absoluut niet kapot mag gaan, dat het echt hoge impact heeft voor je website. En dat moet altijd goed zijn. Als daar een bug in is, dan moet dat direct gezien worden. En op die manier, als je op die manier geautomatiseerd gaat testen, zul je zien dat uiteindelijk je veel meer tijd bespaart. Het kost even tijd om het op te zetten, maar na een paar weken merk je vaak al wel het verschil met zelf testen. Ja. Ja. Hoe doen jullie ook aan testen van de toegankelijkheid van de website? Bijvoorbeeld voor mensen die blind zijn. Zij kunnen niet met een muis werken, dus dat de bediening volledig via een toetsenbord kan. Ja. Ja, de vraag is, wat doen wij eigenlijk aan accessibility voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld een visuele beperking, mensen die bijvoorbeeld ook met het toetsenbord alleen maar kunnen navigeren door de website. Dat doen we. We hebben meerdere trainingen ook gehad hierover. En wij hebben sowieso ook mensen in dienst die hier ook altijd heel erg mee bezig zijn. En dan kijk ik ook heel even mijn collega Michiel aan, want die weet daar veel meer vanaf wat wij doen op dat gebied, op het gebied van accessibility voor mensen met een beperking op onze website. Ja, van alles. Nee, sowieso. Het is website en software eigenlijk allebei gewoon dat goed doen. En dan heb je het over hele praktische dingen als fontgrootte en dat soort dingen. Ook kleurcontrast. Ja. Ja. Ja, absoluut. Ja, heel goed. Dus voor iedereen, wij letten dus heel erg op kleurcontrast ook en op de toegankelijkheid. Dus daar zijn we absoluut mee bezig. Ja. Zijn er verder nog vragen? Ja. Wat was de naam van de tool die voor jullie gebruikt voor de automated? CodeCept.js. Code en dan nog. Oh, sorry, CodeCept.js. Als JS van JavaScript. Ja. CodeCept. Ja. CODE en dan CEPT. JS. Ja. En ik hoor je net dat er een devblog over geschreven gaat worden gaat worden. Die zal ook op joost.com komen dan uiteindelijk. Zijn er verder nog vragen? Ja, ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Ja. Jij was code sloper, zeg maar. En je hebt dus mensen die dingen bouwen. En hoe blijf je nou, zeg maar, ik kan me best wel voorstellen dat we af en toe denken van ja, hallo. Ik wil helemaal opnieuw beginnen, zeg maar. Hoe blijft dat nou altijd? Wissel je dat af dan, zeg maar, degene die bouwen en degene die slopen? Ja, dat sowieso. Bij ons in het team zullen de developers die ontwikkelen en die testen ook. Ik ontwikkel zelf niet meer en ik test ook niet zo heel veel meer. Af en toe test ik trouwens nog wel. Ik heb een soort van reputatie binnen het bedrijf opgebouwd. Dat als ik ergens binnenkom bij de developers, dat er een soort van, oh nee, ik hoop niet dat ze voor mij komt. En als ik niet voor diegene kom, dan is het... Ja. Ja, ik ben ondertussen, in het begin moest ik er wel heel erg aan wennen en nu kan ik er wel om lachen. En ja, je moet vriendelijk blijven, maar niet al te vriendelijk, want je gebruikers die willen ook gewoon goede code hebben. Dus ja, ik zou denken, om ervoor te zorgen dat je developers blij blijven, moet daar een goede balans zijn. Maar het is juist ook heel belangrijk dat je developers ook kunnen testen. Om juist ook te leren denken als een developer of als een gebruiker en ook te kunnen zien waar mogelijke fouten in slopen. Helemaal vanwege context bijvoorbeeld, als je heel erg diep in de code zit, ja, dan is het heel logisch. Wat is meegemaakt dat een developer tegen mij zei, oh, het is heel logisch dat het kapot is. Ja, voor mij niet. En voor een gebruiker ook niet. Ja, het is een bug. Maar het verschil voor een gebruiker kan ja, een klein foutje zijn tot een mega groot probleem en mijn site is hartstikke stuk en ik wil al mijn geld terug. Dus, en dat is heel belangrijk om te weten, ook als developer zijnde, waar die grens dan ligt. Ja.
Ja, dat was hem. Dankjewel.